In Nederland worden er ongeveer 400 patiënten per jaar gereanimeerd met een leeftijd van 50 jaar of jonger. De helft van deze patiënten krijgen binnen 15 minuten geen herstel van eigen hartactie en circulatie. In Nederland is voor deze groep de kans op herstel met goede neurologische uitkomst minder dan 10%. Er bestaat al een techniek waarbij tijdens de reanimatie de patiënt wordt aangesloten aan een kunsthart, een ECMO. Dat gebeurt tot nu toe alleen in ziekenhuizen. In de komende 2 jaar krijgen patiënten vanuit de 4 MMT-stations een grotere kans op overleven door het zo snel mogelijk aansluiten van de patiënt aan een kunsthart buiten het ziekenhuis. De operatie bestaat uit het inbrengen van 2 canules in de lies van de patiënt. Deze slangen voeren via een pomp zuurstofarm bloed af en zuurstofrijk bloed aan. Dit kunsthart vervangt de volledige hart- en longfunctie, zodat alle vitale organen worden voorzien van zuurstof. Met toepassing van deze techniek, ECPR, kan de overleving met goede neurologische uitkomsten oplopen tot 40%. Vanzelfsprekend kan dit alleen slagen met een uitstekende samenwerking tussen de betrokken ketenpartners. Meldkamer, omstanders, burgerhulpverlening, politie, brandweer, ambulancedienst, MMT en ziekenhuizen. Zoals bij iedere operatie kleven er risico's aan. Daarom informeert deze animatie je zo volledig mogelijk over de consequenties die het heeft voor jouw inzet tijdens de hulpverlening. De meldkamercentralist is de spil in deze keten van overleven. In overleg met de MMA's en de landelijke meldkamer is het inzetvoorstel bij een circulatiestilstand aangepast. Hierdoor vliegt het MMT primair mee bij een arrest jonger dan 50 jaar. De brandweer en politie worden in veel regio's primair ingezet bij een reanimatie. Hierdoor is het mogelijk snel, goede en continue BLS te bieden. Een reanimatie op straat trekt vaak veel bekijks. Om de operatie goed uit te voeren is een veilige werkplek van belang. Hulp van politie en brandweer is hierbij zeer welkom. Gezien de risicovolle ingreep is de concentratie van het team en de privacy van de patiënt van belang. Dus liever geen beeld- of geluidsopnames door omstanders. De reanimatiezorg verandert niet. Zorg voor hoge kwaliteit hartmassage met zo min mogelijk onderbrekingen. Als aan alle voorwaarden voor het plaatsen van de ECMO wordt voldaan, wordt dit hardop uitgesproken. Aan de ambulancechauffeur van de tweede ambulance vragen we of zij de politie en brandweer willen inlichten dat we begonnen zijn aan de operatie en omstanders op afstand houden voor een veilige werkplek. Tijdens de operatie is het belangrijk om altijd aan de zijde van het ambulanceteam te staan en het blauwe, steriele veld niet te betreden. Na 15 minuten reanimatietijd wordt de ECMO-procedure voorbereid en op TS20 start de procedure en duurt ongeveer 15 minuten. Zodra de ECMO loopt, stoppen de hartmassages op aangeven van het MMT. Hierna wordt de patiënt transportgereed gemaakt op een vacuümmatras. Het transport kan naar ieder thoraxchirurgisch centrum in Nederland.